Knotsenburgse herenzitting is al jaren vaste prik op de laatste zondag voor de carnaval. Het Kolpinghuis was 32 jaar geleden voor het eerst de thuishaven van een aantal mannen in smoking. Het begon dat we eerst de kaartjes kwijt moesten. En die kostten toen 5 gulden per stuk. Iedere ex-prins kreeg er 10 en die moest maar zorgen dat hij ze kwijtraakte. En als hij ze niet kwijtraakte was ook geen probleem, als ze maar betaald waren. En tot onze vreugde stopte er een bus uit Zwolle met 60 man erin. En we stonden te juichen, want toen hadden we de zaal vol. Nu is het precies andersom. Nou kunnen er 100 bussen uit Zwolle komen, maar er komt er geen één meer binnen. Want de zaak is helemaal, maar dan ook helemaal uitverkocht. Het idee komt van Dick Huisman. En die heeft het eigenlijk een beetje gestolen uit Duitsland. Hij ging met de carnavalsvereniging De Kruk mee naar Siegburg en daar hadden ze een herenzitting. En dat beviel zo goed dat Dick zei, ja, dat moeten we in Nijmegen ook hebben. Dat is fantastisch hier. Nou, uiteindelijk is dat via Dick bij de ex-prinsen terechtgekomen. En die zijn dat begonnen. Het geheim is kerels alleen, een soort schoolreisje en dan voer de Waalbrug het brood al op. Hè. We zijn begonnen om op het podium ook niet meer een raadstafel neer te zetten. De ex-prinsen verdwijnen dus van het podium. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog grotere acts neer te zetten, maar ook om een schitterend podium aan te kleden. Dat hebben we laten ontwerpen door, dat heet tegenwoordig Primetime, Tom van Bergen, die ken je wel. En die heeft schitterend werk geleverd. We hopen daar zaterdag het eerste resultaat van te zien. Een nieuw begin dus in de vereniging en een dankjewel en tot ziens tegen het Kolpinghuis. Ja, omdat eigenlijk het Kolpinghuis toch een beetje gedateerd werd. We konden daar niet meer goed uit de voeten, zowel niet met artiesten als in de kleedkamers en noem maar op. We hebben het altijd super gezellig gehad hoor. En we zijn ook groot geworden in de Kolping. Die eer moet je de Kolping ook gewoon nageven. Maar ja, op een gegeven moment groei je uit je voegen en dan moet je wat anders. En met name ook vanuit de sponsors kwam de druk een beetje van, ja jongens, dit kan niet meer, we moeten iets anders